de secretaresse kwam me naar me toe en die zei... ja, we hebben hier NBC aan de lijn hangen en die willen met jullie praten, want over de verraders. Dat ik dacht, NBC, hoe komen die in vredesnaam bij ons? Ja. En dat was een enorme sneeuwbal, zal ik maar zeggen, die van helling af denderde. Welkom in de BM Media Lounge. Fijn dat je kijkt. Mijn naam is Oege Boonstra en ik werk als partner bij Three Rivers. Deze week ontvang ik 3 gasten in de BM Media Lounge. En vandaag schuift Taco Rijsmus bij mij aan. CEO van All3 Media in Duitsland en de Benelux. Leuk dat je er bent. We hebben 15 minuten, dus we gaan er in tempo gelijk vandoor. Even kort jouw loopbaan, want je hebt nogal verschillende dingen gedaan. En het begon ooit eens een keer bij Hart van Nederland, of niet? Kort mijn loopbaan, dat gaat niet, Hoegen. Nou, eigenlijk daarvoor nog. Ik heb een paar jaar bij Omroep Gelderland gewerkt. Daar ben ik ooit begonnen. En, ja. Toen dacht ik, nou, dan wil ik toch ook wel landelijke televisie maken. Dus toen ben ik als televisiemaker, als journalist begonnen bij Hart van Nederland, inderdaad. En eindredacteur geworden, hoofdredacteur geworden. En mijn laatste baan was bij SBS, toen directeur van het productiehuis van SBS, SBS ja. Productions. Ja. En daar hebben wij elkaar ook destijds Zeker. Leren kennen, omdat Zeker. Jij toen de opdracht kreeg om dat te reorganiseren. En dat hebben we samen gedaan, ja. eigenlijk. En vervolgens ben je doorgestapt naar de publieke omroep. Dat was een enorme stap voor je, of niet? Ja, nou ja, dat destijds was ik de eerste die op een directieniveau van de commerciële omroep naar de publieke omroep ging. Ja. En dat werd dan ook, dat werd niet door iedereen gewaardeerd, zal ik maar zeggen. Hè? Dus ja. de vraag, zeker van een... bij het personeel waren van, wat ga je hier eigenlijk doen? En ga je hier dan ook politieachtervolgingen op de buis brengen? En dat soort vragen. Dat was spannend, want het was ook... ik kende SBS, hoe je een commercieel bedrijf, commercieel productiebedrijf aanstuurt. Ja. En dan kom je opeens binnen bij de publieke omroep. En daar werken, daar functioneert het toch net wat anders, mm-hmm. zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dus voordat je daar effectief bent en begrijpt hoe je daar als directeur invloed uitoefent, ja. nou, dan ben je wel even bezig. Ben je even bezig, ja. En waarom ben je toen eigenlijk weer de publieke omroep, heb je die weer verlaten? Want ik meen dat je toen ook nog kandidaat was voor een heleboel andere functies die bij de publieke omroep terug te vinden waren. Was het voor jou een bewuste keuze dat je weer terug ging in die commerciële wereld? Nou ja, zeker. Ik had na de KRO heb ik de fusie begeleid met de NCRV. Ja. Dat was een pittige fase, moet ik zeggen. Ja. Omdat je nou eenmaal bij een fusie veel mensen moeten ontslagen worden. Je hebt een gemengde raad van toezicht. Ja. Dus er zat veel druk op. Ja. Ik was wel trots op het eindresultaat. Hè. Dat proces hebben we tot een mooi einde gebracht. Maar ik had wel het gevoel, ik zit nu in een... in een kleine wereld. Ja. En het wordt tijd dat ik weer een stap buiten die wereld maak. Mm-hmm. En toen kwam de vraag van... ben je geïnteresseerd in die positie bij IDTV? Ja. Dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Het is een internationaal bedrijf. Hè? Het is onderdeel van All3 Media. Het was een bedrijf dat niet goed liep. Dat sprak me ook aan, want ja. ik zag wel de potentie, want het had een mooie basis. Met, ja. Ze maakten toch Wie is de Mol, De Rijn en de Rechter, Bed and Breakfast. Ze hadden wat basisprogramma's waarvan ik dacht, hé, daar kan je wel wat mee. Ja. En ik vond het een spannende, nieuwe, leuke opdracht. Ja, ja. En als je daarop terugkijkt, op die fase, want dat heb je toch een kleine 5 jaar gedaan in zijn ja. totaliteit. Ja, 6 jaar, ja. Wat waren dan je hoogtepunten in die periode? Ja, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Nee, dat weet je wat ik ga zeggen. Nee, het absolute hoogtepunt is natuurlijk de verraders. Mm-hmm. En ik weet nog... dat was volgens mij vlak na die eerste uitzending, werden we gebeld. Kreeg ik een telefoon. De secretaresse kwam me naar me toe en die zei... ja, we hebben hier NBC aan de lijn hangen en die willen met jullie praten, want over de verraders. Dat ik dacht... NBC, hoe komen die in vredesnaam bij ons? Ja. En dat was een enorme sneeuwbal, zal ik maar zeggen, die van helling af denderde. En ik weet ook nog dat we jou... Ik heb jou in de tijd gebeld en ik zei... omdat ik weet dat jij destijds bij Endemol veel ervaring had met Big Brother. En dat ik de vraag was, hoe manage je eigenlijk een hitformat? Mm-hmm. Want we voelden wel aan
destijds dat dit heel groot zou gaan worden. Ja. En nou ja, dat is het ook geworden. Ik was gisteren in Londen. En het is nu aan 25 landen verkocht. En het einde is nog lang niet in zicht. Dus dit gaat nog... Het is met name in Engeland een mega succes. Hoor. In Engeland is het een mega succes. Ik begreep dat ook in Amerika nu het echt door het dak gaat. De Amerikaanse versie. Maar in alle landen is het eigenlijk... Er zijn bijna geen landen waar het geen succes is. Ja, ja. En bijzonder is in Nederland is het op de commerciële omroep bij RTL. Ja. En in Engeland is het bij de BBC. Klopt. Ja. Zit daar verschil tussen? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook een programma wat zowel bij de commerciële omroep past als bij de publieke omroep. Het heeft zeker ook... het is een intelligent programma. Mm-hmm. Het is een intelligent programma wat gaat over menselijk gedrag. Ja. En wat gewoon buitengewoon boeiend is wat er gebeurt. Ja. En dat past prima bij een commerciële omroep en bij een publieke omroep. En wat ik... Kijk, één van de dingen die ik wel echt waardeer bij de BBC is dat ze ontzettend moedig zijn geweest. Ze hebben... Want vergeet niet, het format was daar, het programma was daar, het was succesvol. Maar de BBC geloofde er zo in dat ze zeiden, oké, we gaan dit programmeren na het internationaal voetbal, de wedstrijden van Engeland. Ja. Ja, waardoor je een mega instroom van publiek hebt. Zeker, ja. En de Verraders is wel een programma waar je wat meer kijkers... het verlangt wat meer van de kijker. Dus ja. Het is niet... een programma waar je na 2 minuten denkt... oké, dit heb ik begrepen en ik snap hoe dit programma werkt. Je moet iets meer in investeren. Mm-hmm. En die instroom en die aandacht die de BBC daarvoor gegenereerd heeft... Ja, heeft ervoor gezorgd dat het een mega-hit is geworden. Ja, ja, geweldig. Ja. Nou, dat heeft ook tot effect gehad dat op een gegeven moment je zo opviel... dat je de stap verder kon maken... En niet alleen de verantwoordelijkheid meer voor de Benelux kreeg... maar ook in Duitsland de scepter ging zwaaien voor All3Media. Wat kwam je daar tegen? Ja, nou misschien... Ik had dus 5,5 jaar IDTV gedaan. En begint het toch weer te kriebelen. Want het managen van een bedrijf dat loopt... vind ik dan wat minder spannend. Ja. En zoals als je een bedrijf goed neergezet hebt, dan en je blijft er goed voor zorgen, dan blijft dat succes aan. Ja. IDTV gaat, het is in omzet verdubbeld in 6 jaar tijd. En ik weet zeker dat het nog veel verder gaat groeien in de komende 5 jaar. Mm-hmm. En dan is de vraag, waar ligt de uitdaging voor mij? Ja. En toen ben ik naar de board van All3Media gegaan en ik heb gezegd, ja, weet je... Ik heb wat nieuws nodig of ik moet gewoon ook weer buiten All3Media gaan kijken. Ja. Nou, en toen kwamen ze met dit aanbod, wil je naar Duitsland toe? Ja. Dat is niet een vraag die ik verwacht had, moet ik zeggen. Uh-huh. Ik dacht, ze vragen me voor Amerika of ergens een bedrijf in de UK misschien. Maar het is een hele spannende opdracht. Wat trof ik aan? Een bedrijf wat overgereguleerd was. Mm-hmm. Dus veel controle, veel controle. Ja. En een bedrijf wat eigenlijk geen heldere strategie had. Dus mensen wisten ook niet meer wat nu... Eigenlijk waren er, want in Duitsland hebben we 4 bedrijven, moet ik daar even bij zeggen. Ja. En die 4 bedrijven waren ook allemaal met elkaar direct in concurrentie. Mm-hmm. En ik vind het niet erg als je meerdere bedrijven in een land hebt... dat daar iets van concurrentie is. Maar dat ze vol ze moeten elkaar... niet volledig overlappen. Nee. Ja. Dus ik zeg altijd, ik noem het een soort geleide concurrentie. Weet je wel, er zijn altijd wat randgebieden. En dat is prima. Ja. Maar ze moeten niet vol op elkaar in concurrentie gaan. Ja. Dus het eerste wat we eigenlijk gedaan hebben... is een nieuwe strategie ontwikkeld hebben. Mm-hmm. Welk bedrijf, welke focus... Ja. We hebben een bedrijf wat heel erg op documentaire series zit. Ja. Dat is natuurlijk ook wel logisch gezien de marktontwikkelingen. En het bedrijf doet het dan ook heel goed. Mm-hmm. Eén bedrijf dat echt helemaal op de exploitatie
van All Three catalogus zit. Ja. Dus die maken dan ook de Verraders in Duitsland. Dat is Tower Productions. Dat is Tower Productions. Ja. We hebben een fictiebedrijf. Nou, dat maakt Nederlanders kennen Tator dan. Hè. Dat is een voorbeeld van wat wij maken. Mm-hmm. En ons grootste bedrijf is helemaal gespecialiseerd in dagelijkse programma's. Ja. Dus het maken echt, die zijn met name, ik ben erg onder de indruk daarvan hoe ze operationeel het voor elkaar krijgen om dagelijks op een hoog niveau te produceren. En dat is een kunst die niet veel bedrijven gegeven is. Ja, ja, ja. Nou, is Duitsland de heilige graal voor veel Nederlandse televisieproducenten altijd geweest. Als je kijkt naar Endemol, zowel Joop van den Ende als John de Mol, die waren al in Duitsland zeer vroeg actief. Het was niet anders bij iWorks. En dat komt met name natuurlijk doordat dat volume zo enorm groot is. Een gigamarkt. Wat zijn nou je belangrijkste ervaringen in Duitsland geweest? Is het inderdaad zo'n giga aantrekkelijke markt? Ja, nee. Zoals het in werkelijkheid is, is het altijd iets subtieler dan je denkt. Het is een hele grote markt. De budgetten zijn ook echt onvergelijkbaar met die van Nederland. Ik denk zo gemiddeld een beetje dubbele budget van wat je in Nederland voor een programma uittrekt. Wat je ook overigens ziet in de productiewaarde van wat daar gemaakt wordt. Dus als televisiemaker kan ik daar ontzettend van genieten. Mm-hmm. Je ziet shows, als je kijkt een show die dan op ProSieben wordt uitgezonden, Wer stiehlt mir die Show? Dat is echt groot in Duitsland. Ja, dat is, ik kijk daar als televisiemaker echt verlekkerd naar. Dan denk ik, wow, dat kennen we niet. In Nederland hebben we dat niet meer, hè? Nee. Dat is verdwenen. Daar is het geld gewoon niet meer voor. Dus dat. Dan, het tweede is dat je gewoon, in Nederland heb je drie klanten. Je hebt de NPO, SBS en RTL. En dat is het. Ik vind de streamers, dan zal je misschien zeggen, en de streamers dan? Ja, die zijn er weliswaar, maar die zijn in Nederland zo verschrikkelijk klein. En dat gaat voorlopig ook niet met de nieuwe wetgeving veel groter worden, is mijn inschatting. Dus je zit met een hele kleine markt met drie partijen die je maar tevreden moet houden en waar je je best moet doen. In Duitsland is dat anders. Mm-hmm. Daar heb je eigenlijk sowieso is de publieke omroep per land. Hè? Je hebt in Duitsland verschillende provincies en die hebben echt een eigen sterke zender. Dus de publieke omroep is niet zoals in Nederland een verzameling omroepen, maar echt zelfstandige omroepen zijn dat. Dus dan heb je er sowieso al een stuk of 12, 13. Dan heb je twee grote commerciële omroepen. Dan heb je naast de ARD, hè, dus die groep van zelfstandige omroepen, heb je het ZDF, wat een enorme omroep is. Ja. En dan is in de Duitse markt streaming wel een serieuze partij. Ze zijn nu, in dit jaar is het een beetje een dipje, hè? Zoals over de hele wereld. Ja. Maar de Duitse markt is natuurlijk wel wat anders dan de Nederlandse markt. Dus het investeren in Duits product, dat is wel de moeite waard. Mm-hmm. Bovendien is er nu nieuwe wetgeving in de ontwikkeling waar streamers gedwongen worden om 20% van hun omzet te investeren in Duits product. Ja. En dat is wel wat serieuzer dan hier in Nederland. Ja. De markt is veel veelzijdiger. Okay. Zou je het andere mensen aanraden? Je bent vrij laat in je carrière internationaal gaan werken. Je hebt eigenlijk altijd in Nederland gewerkt. De afgelopen 3 jaar zit je nu in de internationale wereld. Zou je mensen dat aanraden om die internationale wereld, om daar te proberen in terecht te komen? Ja, dat hangt heel erg af van je eigen interesses en waarvan je blij en gelukkig wordt. Eigenlijk is dus alles wat ik in mijn carrière tot nu toe gedaan heb, nooit het doel op zich geweest. Ik heb nooit gedacht, ik wil directeur van een productiebedrijf worden of directeur bij de publieke omroep. Ik heb altijd met heel veel plezier gedaan wat ik deed. Mm-hmm. En ben nieuwsgierig geweest wat er nog meer is. Mm-hmm.
En daardoor openen zich mogelijkheden. Ja. Ik heb wel het gevoel dat nu in mijn carrière heel veel samenkomt. In die zin dat ik veel in het buitenland gewoond heb, aan een buitenlandse universiteit gestudeerd heb, veel talen spreek op een hoog niveau. En ik heb daar ontzettend veel lol in. Mm-hmm. Dat geeft mij veel energie. En het kost ook veel energie. Ik zit deze week, dinsdag reis ik op en neer naar Hamburg. Woensdag vlieg ik naar Londen. Ja. En gisteravond was ik om 11:30 weer terug in Amsterdam. Ja. Dus ook een prijs die je betaalt. Mm-hmm. En ik zeg altijd, het is een, je moet de balans vinden hoeveel energie geeft een baan je en hoeveel energie kost een baan je. Ja. En ik krijg er ook zoveel plezier en energie voor terug. Dus die balans is voor jou zonder meer positief. Perfect. Ja, ja. Okay. Maar het moet je wel passen. Dat is zeker. Dankjewel. Alsjeblieft. En bedankt voor al je tijd en moeite. Heel graag gedaan. Volgende week zal een andere host mijn stokje overnemen en 3 nieuwe gasten ontvangen. We hopen je dan weer als kijker te mogen begroeten in deze BM Media Lounge. Tot ziens en zeg het voort.